Voor een garagedeur of voor industriële poorten zijn er een aantal veiligheidsnormen. Alle zaken op een rijtje, neemt een kijkje in deze sector en stapt door de deur bij ADK. Zij vertellen ons hier meer over de veiligheidsnormen en de huidige trends in de sector. De veiligheid van de sectionaaldeuren is eigenlijk primordiaal. Zo hebben alle onze sectionaaldeuren standaard veren met veerbreukbeveiliging. Alle geleiders zijn afgeschermd. En alle panelen hebben vingerklembeveiliging, zodat zelfs eigenlijk de allerkleinste niet gekneld kunnen geraken tussen de paneeltjes. We zien zeker een toename in het aantal gladde panelen die gevraagd worden. Eigenlijk. In tegenstelling tot vroeger cassettepanelen zijn gladde panelen veel populairder. Daarnaast, met hout bekleed, komt steeds vaker voor. Het heeft een bepaalde meerwaarde voor de woning. En als de klant helemaal iets anders wil, dan hebben wij ook ons gamma zijdelings opengaande sectionaaldeuren ter beschikking. We hebben bij ADK altijd ingezet op procesautomatisatie. Nadat de klant de deur heeft besteld, gaat deze automatisch door naar onze productie, die volledig geautomatiseerd is. Dat minimaliseert de kans op fouten en daar slagen we eigenlijk vrij goed in en daar zijn we ook vrij trots op. De verkoop van onze poorten gebeurt via een distributeurnetwerk. Wij distribueren onze poorten eigenlijk voornamelijk in België, maar ook richting Nederland, Duitsland, Frankrijk. En we bieden onze distributeurs een online platform aan waarin ze hun poorten kunnen offereren, calculeren en ook bestellen. En op die manier kunnen ze eigenlijk de poort volgen eigenlijk van de bestelling tot en met de levering. Voor de toekomst van ADK zien we eigenlijk groei op twee pijlers. Enerzijds willen we de export verder uitbreiden. En anderzijds hebben we een nieuwe snelroldeur ontwikkeld, de Speed 120, die we momenteel lanceren. En deze deur heeft een aantal zeer specifieke features, namelijk een zelfherstellende functie. Dus na een aanrijding gaat de deurplaat zichzelf herstellen. En de deur heeft ook een zachte onderbalk, zodat ze de veiligste poort is in de markt.